Oké, nog één keer proberen te vangen. Kom op. Kom op, gun mij één van deze Alpha Pokémon, jongens. Gun mij gewoon. Ik vind jou leuk. Ik vind jou tof. Yo, Nintendo fans. In de vorige video heeft Miesprit ons geholpen. Want er zijn allemaal problemen. Je moet maar gewoon alle andere video's kijken als je wilt weten wat er precies aan de hand is. Maar we zijn weer terug bij Kogita. En die zegt, hey, dat is Miesprit's plume. Dus de legendes zijn waar. Dan moet de rode ketting ook wel bestaan. Iedereen zegt, sorry mevrouw, wat representeren deze Pokémon dan? En wat heeft het te maken met de rode ketting? En waarom moeten we de wereld weer binden? En Kogita die vindt Iridia wel slim, zegt ze. De rode ketting laat zien wat de creaties nou allemaal echt zijn. Space, de ruimte, de tijd, dat soort dingen. Ze praat heel erg in raadsels. En Volo zegt, ja, het is allemaal heel boeiend, maar we moeten nu de andere twee stukken van de rode ketting gaan halen. En Kogita zegt, nou, je bent wel nonchalant. Je bent zo verzekerd van succes waaraan jij niks toevoegt. Je gaat alleen maar mee omdat je dan naar oude ruïnes kan kijken. Oei, de burn, jongen. Volo wordt geburnt. Oké, top. Laten we gaan, Iridia. Als jij het ook leuk vindt dat Volo een keer geburnt wordt, doe dan duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo-video's. En dan gaan we nu naar Lake Equity. En dat is helemaal aan de andere kant van dit sneeuwlandschapje. Dus we gaan weer lekker met Bravery vliegen. Ik kan trouwens nog geen Ultra Balls maken. Ik dacht in de vorige video van waarom heb ik nog geen Ultra Balls? Maar ik kan die nog niet eens maken. Kijk, 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 kijk. We zijn er alweer. Hier helemaal bovenop de berg bij Snowpoint Temple is Lake Equity. Ja, dit is wel tof. Dit is wel een vet plekje eigenlijk. Ik denk dat ik zo mijn Arceus iPhone 720-32 ga pakken. En dan ga ik weer even een gaatje maken hier zo in deze rots. Kijk, zie je? Daar gaan we al. We worden weer gebeld, Arceus. Hallo, Arceus. Wil je alsjeblieft even de poort openen voor mij? Want ik heb een belangrijke taak die ik moet doen. Dankjewel. Nou, daar zal weer een andere Pokémon daar binnen zijn. Eentje die de Lake Guardian beschermt. In de vorige video probeerde ik hem te vangen, maar dat... Oh, Zorark. Ja hoor. Ja hoor, daar is die. En Zorark heeft maar één weakness. En dat is Crunch. Dus ik ga Floatzel maar als eerst proberen. Oh my gosh. Ja, dit is dus een normal en een ghost type Pokémon. Hij is dus... je kan hem dus niet raken met normal attacks. Met fighting attacks. En met ghost attacks. Dus dat is echt een probleem. Zijn enige weakness is dus dark type. En ik hoop dat ik überhaupt de kans krijg om hem te raken. Ja, oké. Ik doe nu een agile style crunch. Dan kan ik hem in ieder geval denk ik nu twee keer raken. Oh, oké. Ja, dit ging wel hard. Nice. Ik kan hem gewoon gelijk verslaan. Ja, oké. Dus als we crunch op hem gooien, als we dark type moves op hem gooien, dan is die wel zo gezien. En dan gaat mijn Zorak denk ik een leveltje omhoog. Hele zieke Pokémon hoor. Maar ja, we hebben hem best wel snel verslagen. Sneller dan die Goodra. En daar is die hoor. Kioong! Het is Yuxie. En wat moeten we voor jou doen dan? Wat is jouw trial? Oh, hij gaat onze kennis testen. Oké, is goed. Combi, Zubat, Unknown, Magneton en Dusclops. Hoeveel ogen hebben ze? Wow, oké, ik heb niet goed gelezen. Kan je nog een keer herhalen? Combi. Dat zijn er volgens mij 6. Zubat heeft geen ogen. Unknown heeft 1 oog, dus dan hebben we 7. Magneton is 3. Dus dat is 10 bij elkaar. Dusclops heeft er 1, dus dat is 11. Oh, wacht even. Oh nee, we moeten een code ervan maken. Oké, Combi was als eerst. Die heeft 6 ogen. Dan was Zubat volgens mij. Die heeft 0. Dan was Unknown. Die heeft er 1. Magneton 3. En Dusclops heeft er ook 1. Is dit goed? 6031? Ja! Volgens mij wel. Kijk, en nu krijgen we weer een stukje van Spirit. Hoppakee, waarmee we straks de rode ketting kunnen maken. Dankjewel, Yuxie. Yuxie's Claw. Nou, het was leuk kennis met je te maken. En dan hebben we er nog één te gaan. Volo zegt, ik ga ervan uit dat alles goed is gegaan. Maar waarom geven ze niet gewoon de rode ketting? Waarom moet je overal elke keer naartoe? En Iridia zegt, ja, misschien willen ze wel gewoon testen of degene die dit doet, of die waardig genoeg is. Of die een beetje doorzettingsvermogen heeft, dat soort dingen. Oké, let's go. We moeten naar het laatste meer. Eerst wil mevrouw Kogita nog iets met ons delen. Volo die zegt nu, iemand heeft mij verteld dat Commander Kamado een bepaalde leger op de been aan het brengen is. Oh, om de Pokémon bij de Rift rustig te maken. Oké, dat kan een groot probleem worden. Kamado die neemt het heft in eigen handen. En Volo die zegt van ja, als daar ooit een Pokémon uit zou komen uit die Rift daar, welke zou het dan zijn? Iridia dus zegt, maak allemaal niet uit, we moeten nog één ding doen, let's go. Inderdaad, let's go. Geen tijd te verliezen. We gaan naar de Crimson Mirelands. Kijk, zo te zien is het vlakbij. Is het daar? Weet je wel zeker dat het daar is? Het is niet daar. Het is daar, ik wou net zeggen. Het is hier, achter deze berg. Let's go! Jump! Jump! Daar zijn we. En weer zijn Volo en Iridia eerder, hè. Deze plek wordt beschermd door Azelf. En Azelf zorgt ervoor dat de mensen gewoon doen wat ze moeten doen. Hallo? Met wie spreek ik?
Met Arceus. Ja, even weer de deur open doen voor mij. Yo, ja, is goed. Ik wacht even, dankjewel. Toppie. Oké, we stappen naar binnen. En wie zien we hier? Holy moly. Puntige eindbaas. Ja, hij is geen watertype Pokémon meer, maar ik weet niet zo goed welk type hij wel is. Fishmee! Die is wel vet. Ja, het is wel een toffe vorm dit. Ik heb Togekiss maar even geprobeerd. Ik ben benieuwd. Overquill heet hij ook echt. Ja, I like it. I like it. Hij gaat gelijk voor de strong style. Poison Jab. Geen goede keuze, Togekiss. Alleen Rhydon, die heeft een super effective move. Als het goed is, ben ik nu ook snel. Want hij heeft net een hoe heet zo'n ding? Strong style move gebruikt. Ik hoop wel dat ik hem raak met high horsepower. Want die kan wel eens missen. Gelukkig raak ik hem. Oké, cool. Hij kent ook gewoon Aqua Tail. Tuurlijk ken je Aqua Tail. Oké, zal ik hem proberen te vangen? Ik heb nog 4 Pokémon over hierna. Ik ga hem gewoon proberen te vangen. Let's go. Ik vind deze namelijk wel heel vet. Overquill. Kom op, Overquill. Ah, nee. Je wil mij kapot maken, hè? Ja, het gaat je lukken ook. Oké, nog 1 keer proberen te vangen. Kom op. Kom, gun mij 1 van deze alpha Pokémon, jongens. Gun mij gewoon. Ik vind jou leuk. Ik vind jou tof. Ja, volgens mij heb ik hem. Ja, we hebben Overquill gevangen. Nice. De vraag van vandaag is dan ook gelijk. Moet Overquill in mijn team? En zo ja, voor wie moet hij in mijn team? Wie moet er dan weer uit? Ik vind hem wel vet. Iedereen zegt, ik wist dat je dit kon doen, Rikachu. En daar is de laatste. Daar is Azelf. Althans, we kijken een beetje om ons heen. Ja, daar is hij blijkbaar. Daar komt hij. Yo! En hij zegt, laat je wilskracht zien. Sla me, als je kan. Oké, is goed. Oh, we krijgen balms van hem ook. Moeten we Azelf gaan kalmeren? Let's go. Hallo? Oh, daar. Oké, let's go. Ja, toch. Nou! Hij teleporteert steeds weg als een abra. Hou op! Wat gebeurt er? Hallo? We horen een stem in mijn hoofd. En die zegt, geef je op. Nee, natuurlijk geef ik niet op. Zeker niet. Denk jij nou? Er komt een dag dat ik jou zal vangen hoor, Azelf. Of in ieder geval een balmpje op je hoofd zal gooien. Let's go. Ja, daar. Oké, cool. Ja, katje. Ah, nee. Potverdorie. Ga je nou weer vragen of ik op wil geven of wat? Oké. Hij zegt, nou, het is het beste dat je maar opgeeft. Of wil je doorgaan? Nee, ik ga door. Ik zeg toch dat ik doorga. Je wilt toch mijn wilskracht testen? Nou, hier heb je mijn wilskracht. Hier. Ja, kijk, we staan nu dichtbij. Let's go. Op zijn voorhoofd. Hop. Oké. Nog een keer. Hop. Volgens mij moeten we dit gewoon heel lang doen. De stem in mijn hoofd zegt weer, geef op. Je bent aan het struggelen. Nee, jongen, ik geef niet op. Ik geef pas op als jij opgeeft. Oftewel, ik geef niet op. Hier. Ja, we hebben hem. Ja, we raken hem. Top. Nice. Dit was wat je wilde zien, hè. Ja, kijk. We krijgen nog een stukje van de spirit. Helemaal top. We krijgen Azelf slagtand. Nice. En hiermee kunnen we dus de rode ketting gaan maken. En de problemen bij het rift gaan oplossen. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Ik ben super hyped. Ik hoop jij ook. Doe die duimpjes omhoog, jongens. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.